Ik ben Martijn Berends, sinds 2008 algemeen directeur van Kastelein & Berends. Ik werk er nu sinds 2004. Het merk Kastelein & Berends is opgericht in 1945 door mijn grootvader en meneer Kastelein. En die zijn na de oorlog bij elkaar gekomen. De ene was tikker, de andere was stanzer. En die zijn bij elkaar aan de praat gegaan en die hebben gezegd van we gaan samenwerken. En die zijn eigenlijk vanaf hele kleine artikelen zoals schakelbandjes, horlogebandjes, zijn ze verder gaan ontwikkelen naar wat grotere producten, tassen en later ook portemonnees. Maar de laatste jaren zijn we steeds meer gaan focussen op de business tassen, dus echt zakelijke functionele tassen waar een laptop in kan en waar, met mooie stijlvolle uitstraling. Ik ben Babette Berends, creatief directeur binnen Kastelein & Berends. En in 2008 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen, Martijn en ik. En ik werk hier in het bedrijf sinds 1998. Ja, bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld tassen zijn belangrijke vertrekpunten de functionaliteit. Dus de vakindeling, genoeg ritsvakjes, kun je je pennen, je telefoon, al je documenten kwijt, een mooie laptopvak. Waarbij de laptop echt beschermd is, uitneembaar of vast in de tas. Een ander vertrekpunt is natuurlijk leer, de kwaliteit van het leer, wat we samen met de lawyer dan bepalen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld deze tas, onlangs op de markt gekomen, Nappa X. Waarbij we echt een leersoort hebben gekozen die heel constant is van kwaliteit. Dus rustig eigenlijk en waarbij we de fournituren laten spreken. He, dus de kwaliteit van de rits is altijd heel belangrijk, het hang- en sluitwerk. Mooi logo, ook in metaal, door het leer heen. Dat maakt een product bijzonder en kwalitatief hoogwaardig.